hadden Henny Kuiper te gast, een wielerlegende uit het verleden natuurlijk. En befaamd in Frankrijk en Parijs en nu ook in Brezant. Mooi is dat hij vertelde dat zijn carrière eigenlijk is begonnen in Noord-Holland. Ja, dat wist ik ook niet. Dat vertelde hij vanmiddag aan mij. Maar inderdaad, hij is eigenlijk doorgebroken hier met de Ronde van Noord-Holland. En kon daarna feitelijk met de Nederlandse ploeg verder zijn carrière vormgeven. Ja, leuk. We zijn er een keer lachen. Top. Als je wint, en dat heeft u heel veel gedaan, dan krijg je natuurlijk bloemen. Dus u bent niet helemaal onbekend met het thema, zullen we maar zeggen. Ja, maar hier zijn ze toch wel heel mooi. Meestal op zo'n podium dan gaat het meer om het idee. Maar als ik hier zo rondkijk, wat is dit prachtig gemaakt allemaal. Mooi. Gouden Boomroep 2019. Nou, de sector inderdaad heeft qua teeltomstandigheden afgelopen jaar een moeilijk jaar gehad. De droogte natuurlijk. Hè? En voor het komend seizoen worden best nog wel weer problemen met droogte verwacht. Het is natuurlijk niet alleen een evenement voor het publiek, maar jullie praten hier onder elkaar heel veel over dit soort dingen. Ja, we praten eigenlijk continu over het vak. Vakgenoten in de bloembollensector komen hier allemaal bij elkaar. En deze dagen wordt alles ongeveer vanaf drie kanten bekeken en besproken. En hopelijk komen daar ook weer mooie nieuwe samenwerkingen of oplossingen uit naar voren. Het is buiten heerlijk weer. De lente is buiten al begonnen en eigenlijk gaat die hier binnen weer verder. Nou ja, inderdaad. Wij zeggen altijd, hè, de lente begint in Brezant. Maar goed, de lente is volgens mij in Nederland al begonnen. En hier gaat die inderdaad verder de komende dagen. Zeker, we gaan morgen open voor het publiek en dan kunnen de mensen ook genieten van deze bloemenpracht.